Dit najaar wordt de Nationale Academische Jaarprijs uitgereikt aan een project dat op de beste en leukste manier wetenschappelijk onderzoek onder de aandacht van een breed publiek brengt. Het Arctisch Centrum van de Rug dinkt mee naar de prijs met een heel bijzonder project. Nou, hier is het mee begonnen. Kijk, een kist uit 1977 die op Biologisch Centrum op zolder stond en met de verhuizing kwamen we hem weer tegen. En hij is echt nog niet uitgepakt geweest sinds 1977. Je ziet al het stof. Dit zijn rendierschedels. Rendierschedels van Ejea. In 1977 is er een onderzoeksproject geweest. En hebben een aantal mensen hier, studenten, hebben hier aan gewerkt om vast te stellen wat de leeftijdsopbouw en de geslachtsopbouw is van de wilde rendieren die daar leven. En wat zou het mooi zijn als we weer terug konden naar Ejea en een nieuwe collectie verzamelen. Dan hadden we meteen dataset over meer dan 30 jaar, over de veranderingen van de rendieren, de leeftijdsopbouw, de oorzaak van de sterfte. Geweldig spannend. Nou, we willen met een boot met 100 mensen, 30 wetenschappers, studenten en kunstmakers naar dit eiland Ejea, aan de oostkant van Spitsbergen. Het is hier koud, afgelegen, eigenlijk zomers net maar boven 0 graden. En daar zijn die Nederlanders actief geweest, vanaf 1968 tot 1980, hebben heel veel onderzoek gedaan. En sindsdien is er eigenlijk niemand meer geweest. Wat we wel weten is dat het zeeijs hier 2 maanden eerder weg is. Grote veranderingen en niemand heeft dat vastgelegd. Als wij nu teruggaan, kunnen we dat vergelijken met de situatie eerder. Ik hoop te bereiken dat we met z'n allen onderzoek daar gaan doen. 30 wetenschappers uit heel Nederland die dan samen gaan werken en daar nieuw onderzoek doen. 30 studenten die van die wetenschappers leren. Hopen zelfs dat de mensen uit 30 jaar geleden meegaan om ook hun ervaring daar te vertellen. En 30 kunstmakers, mensen die het verder brengen, die als een soort vuurwerk belangstelling voor de poolgebieden weer over Nederland uitstorten. Dat we voor de toekomst van het onderzoek, dat we laten zien wat de klimaatsverandering voor daar teweeg brengt. Maar ook hoe moeilijk het is om daar te overleven en hoe prachtig het gebied is om te kijken.